Het is vandaag maandag 18 december en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Het is nu bijna 10:45 en ik ben thuis van mijn examen wiskunde. Wiskunde was iets heel raar. Er worden echt dingen gevraagd die we echt niet in de les hadden gezien. Dus ik heb zo nog niet echt een idee van heb ik het nu goed gedaan of heb ik het nu niet. Maar ik heb wel alles kunnen invullen. Maar het kan ook zijn dat ik fout heb ingevuld. Dus dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Er is wel één mega, mega leuk ding aan vandaag. En dat is dat ik vandaag voor de laatste keer moet leren voor een examen. Eindelijk. Dus het is nu eindelijk gedaan. Gedaan. Ik moet wel nog één keer leren. Maar het einde is nu echt wel in zicht. Nu, ik ben thuis en ik ga rond 11:30 of 10:45 beginnen of zo. Maar ik ga eerst nog even laten zien wat ik gisteren voor mijn verjaardag heb gekregen. Want dat had ik nog niet aan jullie laten zien en dat wil ik toch wel even nog graag doen. Dus ik had gisteravond nog een feestje. En ik ga eerst zeggen, dus ik heb van mijn ouders... Ik noem het een UW-boom, maar het is een U-boom. Het is zo'n speaker van Ultimate Ears. En ja, deze kleur heeft het en ik vind hem echt super mooi. En... ons papa heeft er ook zo in en ik gebruikte die soms, dus nu heb ik er een eigen. En dan heb ik van mijn ouders ook nog deze toiletzak van Herschel gekregen. En deze is echt super leuk, want die heeft hier van boven zo'n groen ding. En ik had er niet echt een mooie, een leuke. Dus die heb ik gekregen. En dan heb ik ook nog van hen, mama en papa, deze oorbellen gekregen. Maar die heb ik gisteren in een vlog laten zien. En dan heb ik van mijn... oma en mijn tante zo nog centjes gekregen. En van mijn oma heb ik ook dit heel mooie kettingje gekregen. Dit is zo'n heel minimalistisch kettingje met zo'n heel klein haartje aan. Dat vind ik echt super mooi. Dus dank jullie wel allemaal. Ja, ze gaan de vlog toch niet zien, maar toch dank wel. Ik moet dus vandaag Frans leren. En eigenlijk zie ik het wel zitten. Het is niet zoveel. Want we hebben al, ja, we moesten normaal twee courants leren, maar nu moeten we er maar één leren omdat we al een heel grote toets gedaan hebben van courant 1 en daarom valt dat weg voor het examen. Dus dat valt heel goed mee. Ik ga nu nog even ontspannen en dan ga ik zelfs beginnen met leren. Het is 2:20, we komen net van tafel en ik zit nu boven en ik ga voortleren voor Frans. Ik heb daarnet al mijn dialoogjes gedaan en een groene kader. Twee groene kaders eigenlijk. En ik ga nu voortdoen. En ik heb zo een beetje een dubbel gevoel. Langs de ene kant wil ik echt... Langs de ene kant wil ik echt zo snel klaar zijn. En denk ik echt van ja, ik ga er echt voor. Ik ga er echt 100% voor. En langs de andere kant heb ik zoiets van... waar is mijn motivatie om dit af te maken? Maar ja, we moeten wel voort. Dus ik ga nu proberen het waar is mijn motivatie deel achter mij te laten en echt er keihard voor te gaan, want ik wil het echt heel graag af. No kidding, al bijna klaar. Het is 3:30 en ik moet nog twee dingen doen. Ik heb één ding nog niet gemarkeerd, maar dat heb ik wel echt gedaan.
Oké, dus. Wacht hè. Ik moet nog deze twee dingen doen. En dan moet ik nog een tekst lezen, maar dat is in het Nederlands. Want ja, wij hebben een tekst gekregen en dan heeft iemand die vertaald naar het Nederlands. Dus moet ik die in het Nederlands doorlezen en dan ook eens in het Frans. Dus ja, maar dan als je die in het Nederlands hebt, begrijp je dat al veel beter. En dan moet ik nog mijn toetser maken. Dus dan ben ik al klaar. En een van die twee dingen hier, die punten die ik nog moet doen, zijn gewoon woordjes leren. En die heb ik gisteren al geleerd, dus dat is in principe nog herhalen. En de andere, ja, dat is ook eigenlijk niet zo heel moeilijk. Dus ik ben er al bijna. Yes. Uiteraard ga ik deze avond nog wel herhalen. Na het eten of zo, al mijn woordjes nog eens herhalen en de theorie nog eens herhalen. Maar echt het leren leren, dat is toch voor het eten klaar. Dus dat is heel goed. En ik heb hier ook een thee staan, namelijk een... Ik weet eigenlijk niet welke. Aha. Lindethee. Heb ik hier staan. Oh my god. En ik moet echt deze... Straks moet ik echt mijn nagels opnieuw lakken. Want nu is het echt een ramp. Dus ik zit nu boven terug. Het is bijna 6:30 of zo. En ik ga mijn nagels even niet opnieuw lakken. Denk ik. Wow, of misschien wel. Oké, ja, ik ga even mijn nagels opnieuw lakken. Eerst deze eraf halen. En dan daarna ga ik nog even mijn dialoogjes herhalen. En... nou de leestekst doorlezen en dan mijn toets hermaken. En dan ben ik klaar. Eindelijk. Bruh, zien jullie mij ook wel te goed? Mannetjes. Oké, ik fix licht. Nee, oké. Hoe kan ik nu goed licht voorzien? Dat was het. Oké, dat wordt hem niet. Zoiets. Het is nogal witjes, hè. Maar oké. Ik ga het zo even doen, want anders moet ik... Ja, nee. Het gaat hem niet worden. Ik heb gedaan mijn leren. Het is nu 7:45. Ik ben eigenlijk al een tijdje klaar. Ik heb mijn nagels nog opnieuw gelakt. Ik kan nu niet laten zien in welke kleur, want dan ga je mijn constructie mis. En ik ga nu nog de video editen voor morgen al, want ik ben morgen de hele dag weg. Dat zien jullie dan wel in de vlog van morgen. En wat ik ga doen en zo, dat ga ik allemaal morgen laten zien. Zoiets, ja. Maar ik wil jullie wel heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Ah ja, nee. Ik moet nog afvragen wat ik ga doen. Dus ik ga nu nog video bewerken en dan ga ik een serie kijken op Netflix. Dus ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze vlog. Geef deze zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet ook zeker niet even te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jullie heel erg graag morgen weer. Doei!